Hi en welkom bij weer een nieuw filmpje van Ingmar Fit. We zijn inmiddels in week 9, filmpje nummer 3 alweer. Ik ben weer binnen zoals je ziet. Wat we vandaag gaan doen is iets totaal nieuws. We beginnen wel eerst heel simpel gewoon met de warming-up. Zal ongeveer 5 minuten duren. Na die 5 minuten gaan wij 20 minuten lang eigenlijk alles trainen. Zowel de benen, de buik als een beetje de conditie. Dat duurt 20 minuten, dus we hebben 5 minuten warming-up, 20 minuten dadelijk... Het gedeelte wat nieuw is, we gaan 30 seconden steeds werken. Doe een paar stukken achter elkaar. Ik krijg even 30 seconden rust, weer 30 seconden de oefeningen. Best pittig, maar wel leuk. Je bent de hele tijd bezig, weinig rust. En daarna gaan we 4-5 minuten met de trap aan de slag. De stoel is alleen even voor de warming-up belangrijk. Verder, de flesjes hebben we dit keer niet nodig. Dus de kleine en de grote flesjes mogen in de koelkast blijven. Wel even belangrijk, goed water drinken en een handdoekje mee. Ik zou zeggen, ik ga me klaarmaken, muziek gaat dadelijk aan en dan zie ik u zo. Oké, rustig starten we met 30 seconden even stappen te plaats. Het wordt allemaal veel zwaarder. Wat ik nog wel even vergeten ben, is dat we daar nog wel het matje nodig hebben. Want we gaan daar verschillende dingen doen, zo ook voor de buik, benen, klein beetje conditie tussendoor. Het zal veel jumping jacks zijn, dus dan zal ik met de warming-up een klein beetje rekening houden dat we dat nou nu gaan doen. Over 10 seconden gaan we knieën iets hoger optrekken. Het is nog vrij simpel, het wordt dadelijk zwaar zat. 5, 4, 3, 2, 1, kom maar, hoger. Over 20 seconden hakken billen uiteraard. Dan zit de eerste 1,5 minuut er al op. Dan gaan we het wat zwaarder maken, komen er even wat beentjes bij. 5 minuten maximaal. Maar goed, ik val in herhaling. 10 seconden nog. Knieën iets hoger. Kom maar. 3, 2, 1. Hakken binnen. Kom maar. Heel goed. Er zal wat herhaling in zitten. Dadelijk in de oefeningen. Dus het is 30 seconden werken. 30 seconden werken. 30 seconden werken. 30 seconden werken. Dan heb je ergens een keer rust. Maar ertussen zitten wel wat dezelfde dingen in. Zodat we wat repetitie krijgen. Over. 5, 4, 3, 2, 1. Gaan we even rustig uitstappen. En weer terug. Doen we 10 keer met rechts. Niet te diep gaan nog. Hè? We zijn nog bezig met warming up. Het is maar even dat er wat spanning op die bovenbenen komt. Dan zijn het enige wat telt nu. Netjes. Ik ben de tel inmiddels kwijt, maar ik denk nog 2. Krijg je als je het alleen doet, hè? Niemand die op de bank mee kan zeggen hoeveel we zitten. Andere kant, dit wordt nummer 2. Zeven. Acht. Negen. 10. Pakken we de stoel erbij. Gaan we 30 keer opstaan en zitten. 30. In 3, 2, 1. En start. Voeten recht voor je uit. 1. Vier. Vijf. Zes. Zeven. Acht. Negen. 10. Wordt zwaar vandaag. Moet weer genieten. 14. Haha. We zitten op de helft. Rustig inzakken en niet ploffen. Die spieren ook als je gaat zitten proberen te trainen. 18. Excentrisch trainen noem je dat. Het spier wordt langer. En dat wil dus eigenlijk zeggen dat die kracht komt terwijl die langer wordt. Het is eigenlijk zwaarder als het opstaan zelf. Probeer maar eens rustig in te zakken. 23. 25. Bijna. 28. 29. Nog eentje is 30. Heel goed. Schop een beetje uit. Gaan we een klein beetje de vorm van de jumping jacks doen. In 2. 1, 30 seconden.
15 seconden. Twee, één. In 15 seconden de plaats. Dadelijk de laatste 30 seconden doen we nog eventjes de twist. Kom dadelijk ook terug in het filmpje, of in het, het is al het filmpje, in het zwaardere stuk. En dan zitten we warm erop. Erop, twee, één, komt ie. 30 seconden lang, dan zit de warm up erop. Als het niet lukt, mag u het gewoon met uw bovenlichaam gaan doen. Zorg dat uw navel goed intrekt. Inspant is geen Nederlands. Intrekt. Zorg er namelijk direct voor dat u meteen de buikspier al een beetje aan het warm maken bent. 8 seconden. 5, 4, 3, 2, 1. En even rust. Dus pak even een matje erbij, die was ik vergeten te zeggen. Matje er even bij pakken. Kom zo bij je terug. Gaan we starten. Heel goed, we gaan dadelijk beginnen. Over 3, 2, 1. 30 seconden jumping jacks. Heel goed. Het wordt te zwaar, ik vergeet de muziek, maar u gaat door. U gaat door. Nog 15 seconden. Wat we dadelijk gaan doen is een hele nieuwe oefening. Let goed op, die komt een paar keer terug hoor vandaag. Dus als we hem eerst niet helemaal snappen, geen probleem. Wat we gaan doen, rechtop staan, naar voren klimmen, dat u in de plank komt en weer terug. Dus arm, benen gestrekt houden, naar voren, plankpositie en weer helemaal terug. Nog 15 seconden. Meteen voor die armspiertjes, nog 10. Heel goed. Nog 2, 1. En dan gaan we naar de jumping jacks. Nou, ik doe hetzelfde weer. Nog 15 seconden. Gaan we weer naar voren. Benen gestrekt. Twee, één, komt hij weer. Handen gestrekt op de grond. Plankpositie. En weer terug. Hierna hebben we 30 seconden rust. Plankpositie. En weer terug. Sluit goed op. En weer terug. Kijk uit dat u wel met de handdoek oppast, want het glijdt uit. Nog eentje en dan heeft u 30 seconden rust. Heel goed, 30 seconden rust. Hierna gaan we squatten, ook weer 30 seconden. Je merkt, mijn hartslag gaat ook al omhoog. Het is ook heel zwaar om eventjes die plank te gaan maken vanuit stand. Is helemaal niet erg, ik vind het ook zwaar. 15 seconden nog. En dan gaan we dadelijk rustig squatten. Die gaan we dadelijk doen, ja? Over 5, 4, 3, 2, 1. Komt ie. Squat. Even de muziek iets harder. Nog 20 seconden. Dadelijk moet je zorgen dat er een beetje ruimte is naast u. En dadelijk gaan we squatten en uitschoppen. Squatten, uitschoppen. Ja? Over 3, 2, 1. Dus squat, hop. Squat, hop. Squat. Heel goed. 20 seconden nog. Tien seconden. Vindt u het gevaarlijk? Pak de stoel erbij, hè. 3, 2, 1. We gaan uitstappen. En weer terug.
Andere kant, lunchje. Heel goed, om en om. Het is zwaar vandaag. Sorry weer. Nog 10 seconden. Drie, twee, één, jump twist. Komt-ie. Armen lekker meebewegen. Tegen de raad. Twee seconden nog. Voel die beentjes lekker. Ze beginnen te komen. De verzuring. Ja, gaan weer squatten. Vijf, vier, 3, 2, 1. Komt hij weer. Squat. 30 seconden lang. Weinig rust, ik heb het al verteld. Vindt u het toch te zwaar? Pauzeer maar eventjes, hè. Dat mag. Of sla een keer een oefeningetje over. Heeft u iets langer rust. Nog 10 seconden. En dan gaan we weer met de squat. Naar buiten schoppen. 3, 2, 1. Heel goed. Squat, schop. Squat, schop. Zijn we aan het schoppen, hè? Vijftien seconden nog. Zes. Vijf, vier, drie, twee, één. 30 seconden rust. Pak even wat drinken. Pak een handdoekje. Hierna gaan we weer squatten. Ja, ik zei al, veel herhaling. Dat is allemaal voor de bovenbeentjes. Beetje conditie zit er ook al in. We moeten nog eindigen straks met de trappen. 10 seconden nog. Schud even lekker uit. 5, 4, 3, 2, 1. Squat. Heel goed. Ik ga nu vast uitleggen wat we dadelijk gaan doen. Dadelijk gaan we ook een squat maken. Alleen dan doen we een die erbij. Dat is de volgende oefening. Eerst nog 22 seconden squatten gewoon. Voel die beentjes lekker. Over 5, 4, 3, 2, 1. Handen in de nek. Sorry, doe het zelf een keer. Handen in de nek. Links. Je kruis doen. Komt u maar. Netjes. Buikspier aangespannen. Dat is meteen voor de buikspieren net. Zorg wel dat u helemaal rechtop staat als u die knieën omhoog duwt, hè. Heel goed, 5, 4, 3, 2, 1, lunchen weer. Kom maar, om en om. Links, heel goed. Rechts, links, rechts. Hierna gaan we weer de jump twist doen. Met die armen mee bewegen. Dan pak ik twee keer dezelfde kant. Dus ik moet even twee keer met rechts doen. Ik ben blijven man. Twee dingen tegelijk doen. Dat vind ik gewoon heel lastig. 5, 4, 3, 2, 1. Komt u weer aan. Gaan we weer. Oh, voel je die beentjes. Lekker. Dadelijk weer hierna. Weer het squatten. Met de elleboog erbij. Voor die buikspiertjes alvast.
Zie je, dan begin je nou weer lekker te zweten. Actie, kom er nog. 3, 2, 1. Komt-ie. Squat, links, squat, rechts. Squat, links, squat, rechts. Netjes. Inmiddels nog maar 20 seconden, joh. Hierna gaan we weer even rust. Tien seconden nog. Twee. Eén. 30 seconden rust. Netjes hoor. Over 18 seconden gaan we naar de jumping jacks. Dus weer naar die. Maar nog even rust. 14 seconden nog, om heel specifiek te zijn. 5, 4, 3, 2, 1. Komt ie. Naar voren lopen. Heel goed. En weer terug. Weer naar voren lopen. Navel goed intrekken, hè? Belangrijk. Nog 10 seconden. Nog 5, 4, 3, 2, 1. Jumping jacks. Komt u maar. Ja, dit is zwaar. Ik heb het ook niet verzonnen. Stiekem maar hoor. Hierna gaan we weer naar voren met de walking plank. Dus doen we weer hetzelfde. Zou we net mee geëindigd zijn. 10 seconden. Voel die kuitjes al lekker. Heerlijk. 3, 2, 1. Gaan we weer. Hou vol, hierna weer even rust. Netjes. Ik ben zo stijf als een plank, dus dit is voor mij erg lastig. 3, 2, 1, 30 seconden rust. Mogen we het matje van slaan gaan leggen? Want dan gaan we dadelijk mee verder met het matje en beginnen we dadelijk even met de buikspieren. Dat gaan we dadelijk doen. We hebben nog een paar seconden. We beginnen met de bicycle crunch. Dat betekent dadelijk heel rustig de slow motion versie. Ik zal hem eventjes zo pakken. Je kunt het allemaal wat beter zien. Over 3, 2, 1. Heel goed. Heel rustig aan. 30 seconden lang. Hou vol. 8 seconden. 3, 2, 1. Gaan we naar de volgende crunches. Komt die aan. 1. Sorry, 30 seconden lang. Hoofd naar het plafond toe, hè. Niet die kant op. Naar het plafond. Navel intrekken. Buikspieren aanspannen. Hartstikke goed. Ik spiek heel eventjes snel. Nog 15 seconden. Hierna draaien we om naar de buik toe. Dus weet je vast op voorbereid. Over 3, 2, 1. Heel goed. We draaien om. En dan gaan we naar de, even zweet.
rustige mountain climbers. Dus niet te snel, heel rustig. Navel intrekken. Hou vol. Oh, voel je buikspieren al een beetje. 3, 2, 1. Gaan we lekker liggen op de buik. Sorry, we gaan planken. Mijn fout. We gaan planken 30 seconden lang. Heel goed. Rechte rug. Geen welbrug. Mocht het te zwaar zijn, pak de knieën gewoon. Mag ook allemaal. 10 seconden nog. Zolang die rug maar recht blijft. Dat is het allerbelangrijkste. 3, 2, 1. Gaan we helemaal liggen, plat op de buik. En dan gaan we naar de Superman. En rustig terug. Handen van de grond, knieën van de grond en rustig terug. Probeer zo ver mogelijk. Heel goed. Dadelijk draai je weer om. Gaan we weer op de rug liggen. 10 seconden nog. 5, 4, 3, 2, 1. Draai weer om. Heel goed. Gaan we hier naar de crunch. 30 seconden. Snel spieken. Over 8 seconden. Gaan we weer 30 seconden fietsen. Gaat hij aan. Komt hij. Heel rustig. 30 seconden lang. Rechte knie, linker elleboog. Rechte knie. Of linker knie, rechter elleboog. Rechte knie, linker elleboog. Moet wel goed blijven zeggen. Heel rustig. Nog 15 seconden. Je voelt je goed. Hierna even rust. 3, 2, 1. En even rust. 30 seconden weer. En dan beginnen we dadelijk op de buik. Weer met die jumping jacks die we heel rustig aan gaan doen. Schouders klaar zetten. Je hebt nog 10 seconden. Daarna gaan we meteen planken. 5, 4, 3, 2, 1. Komt-ie. Kom nog. Over 5, 4, 3, 2, 1. Ga meteen door naar planken. Kom maar. Seconden nog. Dit is zwaar, ik weet het. 3, 2, 1. Blijf op de buik liggen. Gaan we meteen door naar de Superman. Kom maar. Hierna gaan we op de rug liggen. Over 7 seconden. 3, 2, 1. Heel goed. Gaan we weer rustig fietsen. Komt ie aan. Hou vol. 5,
5 seconden nog. Gaan we over naar de crunches. 2, 1. Meteen door. Netjes. 10 seconden nog. Draaien we dadelijk erom. Gaan we weer planken. 3, 2, 1. Kom maar weer. We beginnen met de plank. Even een andere volgorde. Als je niet meer volhoudt, op de knieën, maar wel die buik aangespannen houden. Ja? 13 seconden nog. Vijf, vier, drie, twee, één. En even rust. Heel goed. Even 30 seconden rust. Netjes. Mag het matje eventjes aan de kant. Gaan we nog, ik denk 2-3 oefeningen doen. Voor de beentjes. Dat zijn de simpele. Over 5, 4, 3, 2, 1. Beginnen we even met een half minuut squat. Kom maar. Ja, die 30 seconden pakken we de sumo squat. En dan zit het zware deel erop dadelijk. Zie je naar de sumo squat. Nog even lunchen rechts en links. Zit het zware deel erop. Pak dan even wat te drinken. Geef mij een half minuut tot een minuut rust om even naar de trap toe te gaan. En bij de trap gaan we verder. Ga naar de sumo squat. Zal nog 2 keer 2 minuten zijn. Sumo squat, hè. Teken het voeten naar buiten. En lekker inzakken. Nog 20 seconden. Vijf, vier, drie, twee, één. 30 seconden nog eventjes. Om en om. Heel goed. Dus inzakken, terug. Inzakken, terug. Navel ingetrokken houden. Heel goed, niet vallen jullie. Staat er nooit goed op de kamer als je valt. 10 seconden. Dan heeft u van mij rust. Mag u naar de trap toe gaan. Pak ondertussen even wat te drinken. Misschien even een handdoekje door je gezicht heen. En dan zijn we zo bij je terug. Goed gedaan tot nu. We zijn dus goed bij de trap aangekomen. Gaan we rechts op, links op. 2 minuten lang. Daarna 2 minuten links. Zijn we klaar. Dus nog 4 minuutjes werken. En dan de hele middag, avond of ochtend nog helemaal rust. Muziek staat wat harder, kunnen we lekker aan de slag. Armen lekker mee bewegen. Wissel naar de kant.
10 seconden nog. Twee, één, andere kant. De laatste 2 minuten zijn aangebroken. Van week 9 alweer. Tempo vast. Armen meebewegen. Voor je het weet, mist u mij alweer. Dan moet u weer wachten tot het zondagnacht is en nieuwe filmpjes online komen. Nog 1 minuut. Drinken. Stress nog even na. We hebben het goed gedaan. Weer een half uur, ruim een half uur gesport. Ik ben trots op jullie. Ik zie jullie graag weer in week 10. En voor vandaag, tot ziens. Hoi.